Hey mensen! Dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zover. Vandaag zijn we hier met de beste serie op YouTube. Gek op jou. Officieel is het niet de beste serie op YouTube, maar gewoon de beste serie in het algemeen. En ik maak er een YouTube serie van. Vandaag heb ik, voordat ik ga beginnen, wil ik iets zeggen. Mensen, elk jaar worden er veel mensen ziek. En dat is vervelend. Maar wat ook vervelend is, is dat ik geen geld verdien aan de gek op jou video's. Wil je nou toch wat voor mij doen? Abonneer dan alsjeblieft op mijn kanaal. Dat zou heel fijn zijn. En dan word ik heel erg blij. Oké, let's go. Abonneer op mijn kanaal en like deze video. Gek op jou, laten we beginnen. Het is Kino versus Angel. Kino en Angel. Nou, ik ben benieuwd. Ik wil jou het liefst voor altijd. Zie ik je met een ander. Yeah. Eigenlijk zou ze stapelgek als jou, als nieuwe tune. Hoe zou dat klinken? Even kijken. Ik ben stapelgek op jou. Vanaf day one zit je vast in mijn hoofd. Ja, dat klinkt nog wel een stuk beter, moet ik zeggen. Laten we maar gaan kijken. Yo, what's up? We zijn vandaag in mijn hometown Diemen. En hier... Hey, in de hometown? Ja, zeg Diemen. Kijk eens aan. Keanu is een stoere jongen die van vechtsporten, gamen en freerunnen houdt. Maar... Hij houdt van vechtsporten, gamen en freerun. Nou, ik kan me herinneren met Bangs dat we gingen freerunnen. Raul heeft daar 3 weken last van gehad. Zo. Nou, dit is eigenlijk een freerun, zien we hier. Ja, klopt. Kino en Angel. 9 jaar. 9. En dat meisje is Angel. Ze kwam als een echte engel in zijn leven. Leuke woordgrap. Angel, ze kwam als een echte engel. Oké. Een paar weken terug was bij de kinderzomers spelen. Ik zag haar in de verte lopen. En mijn hart maakte een sprongetje. Oh. Oké, ik hoor het al. Dus dit is liefde op het eerste gezicht. Heb je toen afgewacht? Nee joh, ik dacht, ik moet mijn kans pakken. Ik ging meteen uitsloven om indruk op haar te maken. Hé, hey, maar die Kino, dit is wel, hij is wel een mannetje hoor. Hij is wel een mannetje. Ik snap niet dat hij nog niet met Angel heeft. Respect man bro, dus jij ging... Ja, respect man bro, inderdaad. Maar kon ze het flirten dan wel waarderen? Ja, dat kon ze. Ik deed een paar karate trappen en daar moest ze om lachen. Hé, hey, ik vind jou wel leuk. Wow! Oeh! Hij bent echt een Casanova. Deze man heeft mijn hulp toch niet nodig? Nee. Jawel, Angel is een meisje waar elke jongen van droomt. Dus ik moet me extra uitsloven om indruk op haar te maken. Hij is gewoon een mooi boy en wil eigenlijk het mooiste meisje van de klas. Dus dat is zeg maar het ding. Ja, oké. Een leuke aflevering. Yes sir, help me. Sinds ik haar heb ontmoet, wil ik dat ze van mij is. Hey Kino, als je deze video kijkt, want deze is voor mij helemaal niet zo oud. Dus ik denk dat jij nu 12 bent. Esso naar jou man, Kino. Yes sir, gaat jou helpen. Dit gaat helemaal goed komen. Ik heb er nu al vertrouwen in man. Kino jongen, Kino legend. Wat is... Of hoe voelt liefde op het eerste gezicht? Ja. Je voelt gewoon vlinders in je buik en je denkt... Zij is gewoon het mooiste meisje dat er is. Ze is super speciaal en ik wil gewoon dat ze van mij is. Hoe ging dat? Van mij? Luister, Kino, ik leer alvast wat. Je bent natuurlijk nog 9, je weet niet, maar vrouwen zijn geen eigendom. Nee. Vrouwen zijn geen objecten. Nou, ik kende die zus al. Oh, Kino kende zijn zus al. Nou, en dan weten we het wel. Ja hoor. Toevallig zat Angel er ook bij. Dus toen ging me helemaal uitsloven. En ze ging eigenlijk om alles lachen. Dus ik kwam steeds een stapje dichterbij. Oh. Dus dat samenspelen ging heel erg goed. Waarom heb je het haar eigenlijk niet verteld? Ik heb het haar wel verteld. Maar toen zei ze nee. En zo'n simpele, alleen vragen of ze verkering wil, zo simpel, is nog niet genoeg, denk ik. Ik heb meer nodig. Hoe ziet deze dame in kwestie er eigenlijk uit? Nou, ze heeft mooi lang haar en ik vind eigenlijk wel dat ze een fotomodel kan worden. Nou, dat is lief van Kino. Dan moet ik zeggen, Kino, als jij op dit moment op zoek bent naar een vriendin, kan je ongeveer denk elk meisje uitkiezen. Aangezien de kappers dicht zijn, denk ik dat elk meisje op dit moment lang haar heeft. Maar goed, we kijken verder. Dit is de foto van haar. Kijk, knappe meid hoor. Ik ga niet weer zeggen van dat kan niet, dat heb ik nu al zo vaak gezegd. Dat heb ik al zo ongelooflijk vaak gezegd. Zie je ook een hele toekomst voor je met haar? Ja, ik ga werken, ik word een echte makelaar en kan ik goed verdienen. Huh? Hij weet nu dat hij makelaar wil worden. Oké, Kino. Goed. Dus zij kan gewoon lekker thuis chillen en jij gaat het geld verdienen. Ja, en ze moet natuurlijk ook wel goed kunnen winkelen als een diva. Wat? Ik heb wat bedacht, zodat jij deze dame aan kan. Hij heeft wat bedacht, zodat ik dame aan kan. Ik gok een dikke vette rep. Jano is al gezegd zo. Hij is klein. Nou, hij is ook 9, dus dat snap ik op zich. Hij is echt klein. Hij is een meter of zo. We mogen eerst, voordat we beginnen, even respect naar elkaar tonen. Oh. Sensei. Ree. Goed zo. Zag je dat, mensen? Ik wel. Ik zag echt respect naar elkaar toe. Ga ik jou wat leren? Namelijk de eerste... En de jeet, het was ook bam op de grond. Duwt je ook een beetje naar achter. Vervolgens stap ik voorbij. En dan duw ik jou. Go! Ja, joh, Kiano, ik leer het je wel, joh. Kijk, je doet gewoon zo. Oh. Jij zorgt er helemaal. Hebben jullie hier ook gewoon belet? Wat een leuk. Hier is weer een stukje. Heel leuk. Kijk, je doet gewoon zo. Oh.
Hebben jullie hier ook gewoon ballet? Heel leuk. Zo! Oh, ik zie het al. Jij bent hartstikke ready om jouw angel voor altijd te... Kimo denkt, what the fuck man, ik kom hier voor een rap. Wat is dit voor onzin? Vandaar dat ik voor jou een enige echte gek op jouw judoband voor life heb. Ik ben jaloers, jongen. Ik moet een gek op jouw judoband. Ik wil echt een gek op jouw judoband. Supercool. Ja, hè? Supercool, ja. Ik heb alvast een beginnetje gemaakt voor onze rap. En die luidt als volgt. Hij zag je lopen en zijn hart stond stil. Het meisje van zijn dromen die hij altijd wil. Je mooie haren en je stoere blik. Hij wil met jou een supergoeie klik. Dat is een hele goede rap, ja. Nou ja, thanks homie. Hey, maar thanks homie. Wat wil jij nog meer? Ik heb er in de zomer ontmoet. Dat is een goeie. In de zomerweken vond Kipido jou. Jij bent de naam die hij altijd onthaalt. Ja. Zullen we een beetje een gekke rap van maken? Kan. Dat we iets doen met de liefde was daar, like boom shakalaka. Dat gebeurt in die rap. Ik zeg, tijd om te gaan. Let's go. Hij moest even zijn AP laten zien. Snap ik. Even aan Kino. Kino onder indruk, hè. We staan nu in de flat van Angel. Zo! Ik ga gewoon naar de toe thuis. Ik ga er verrassen met stinkende best voor je doen. Waarom heeft hij een matje mee? Kan jij hem even helpen met die lopen? Doe die roos maar even tussen je tanden. Okay. Dat is een echte Casanova. Hou je die vast en dan gaan we hem uitklappen. Het is helemaal ineens productiebudget. Hij deed het goed, denk de serie. Ja, hallo. Je hoeft niet de bellen en aan te kloppen. Oh, ja, ze zijn naar binnen. Even een hoekje. Ja. Hoi. Ik kom voor Angel. Ben jij Angel? Ja. Nee. Solomidrol. Angel, je bent helemaal verbaasd, hè? Ja. Maar ik ben hier omdat ik iets leuks te melden heb voor je. Er is iemand die jou heel erg leuk, knap en lief vindt. Ja, nou. Ja. En vandaar... Ze weet al wie het is. ...samen een rap hebben gemaakt. En dan moet je eventjes naar luisteren als je wil. Nee. Ik zeg, muziek. Hij zag je lopen en zijn hart stond stil. Het meisje van zijn dromen. Hij zag je lopen en zijn hart stond stil. Nu is hij dood. Je mooie haren en je stoere blik. Hij wil met jou gewoon een supergoeie klik. In de zomerweken vond Kipido jou. Je bent de naam die hij altijd onthoudt. De liefde was daar, like boom shakalaka. Ik zeg je streek, niemand kan dit afpakken. Boom shakalaka. Jou in het hart te raken, sloofde zich uit om indruk te maken. Zeg je ja, nou dan ga je mee op date, want hij zal er voor je zijn, het is maar dat je het weet. Oh yeah. Enig idee. Nou, ze is niet heel enthousiast, moet ik zeggen. Ik was van tevoren heel erg van, ze gaat zeker een ja zeggen. Dat begin ik nu een klein beetje in twijfel te trekken, maar ik blijf in mijn standpunt, ik blijf bij die dikke vette ja. Van wie deze mooie woorden zouden kunnen zijn. Keanu. Is Keanu? Kino. Is Keanu? Oh, kom ik nu pas achter. Waarom denk je dat? Nou, ik had hem ontmoet op kinderzomer spelen. Oh. En dan wou hij met me spelen en de volgende dag zei hij, ik ben verliefd op je. Toen met me spelen, de volgende dag was hij verliefd op me. Nou, dat heb je dan goed gedaan, Angel. Ben je ready? Loop maar mee. Het is er ook spannend, niet op me. Zou het wel van me. Ik moet zeggen, er was dus meer productiebudget. Maar als ik dit zie, had de rode loop misschien iets langer. Of ze dacht misschien, ze woont aan het begin van de flat. Maar dat was helaas niet helemaal het geval. Deze is voor jou. Ja, Keanu. Dit is Angel inderdaad. Ja. En ik moet je zeggen, toen ik de rap deed, wist Angel gelijk dat jij het was. Zij zijn zo klein. Holy shit. Dus Keanu, vraag jij het of vraag ik het? Ik. Kijk eraan. Wil je verkering met me? Ja. Yes! Ik had het goed! Ja! Hé, we hebben hier gewoon een dikke vette ja. Een dikke vette ja. Yes! Dit was gek op jou. Voor de volgende. Ja. Hey, Alistair. We zijn op een romantische date. dit is echt, het is Mackie, maar de patat en hij heeft mayo en zij heeft ketchup in midden en zij hebben kipnuggets. Hey, proost. Proost. Doei, Esther. Nou, wel schattig. Mensen, een dikke vette ja. Mijn dag is weer compleet. Dankjewel voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En zie ik weer bij de volgende video. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog reben. Nee, ik hoef geen kartje. Paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog reben.